Een hele goede morgen, maar het is heerlijk wild. Het waait een beetje. Het was vandaag nationale ochtend. Ik werk niet mee met mama dag. Ik heb Liam en Jordi op school. Ik ben met Sam. En ik ga nou heel eventjes met Sam naar de Action toe. En naar de winkel en dat soort dingen. En ja, dan ben ik weer thuis. En nu moeten we Liam alweer op gaan halen. Oh, de tijd vliegt. Het is niet gezond. Dus die gaan we nu maar ophalen. Ik heb croissantjes mee, dus ik ben voorbereid. Hoi mensen. Ik kom even uit de toekomst inbreken in de vlog. Normaal hou ik me altijd verre van drama. Wil ik zoveel mogelijk positiviteit hebben enzovoorts. Maar in dit geval kan ik dat even niet. En ik ga jullie uitleggen waarom. Een tijdje terug heb ik in mijn vlog gemeld dat een vriendin van mij een zoontje heeft met het PNKP-syndroom. Dat is een genafwijking. Aangeboren, het kindje is gewoon zwaar gehandicapt. Hun hebben een rolstoelbus, maar die rolstoelbus is gewoonweg niet meer veilig. De gaten zitten erin, enzovoorts, enzovoorts. Het is gewoon niet veilig. Dus we hadden een filmpje gemaakt. Ze hebben een GoFundMe-actie opgericht. En dat is allemaal helemaal prima. Het loopt zoals het loopt. Elke euro is fijn, elke euro is meegenomen. Nou, toen kwam er bij een andere vriendin in de live. Die kwam tijgermoedertje. Want toen heette ze nog zo. Ze heeft inmiddels haar naam veranderd. Hè, Linda? Ik noem normaal mensen niet bij naam. Maar ik ga het nu wel doen. Want ik vind het behoorlijk asociaal als je dingen belooft en je komt het niet na. Want zij heeft blijkbaar een broertje die zwaar gehandicapt is en hun had een rolstoelbus. Zij ging met haar vader praten en uiteindelijk zou haar vader gezegd hebben dat ze die rolstoelbus mochten hebben. Vervolgens, nog geen paar dagen later, is haar moeder overleden. Als je een beetje terugscrollt op haar Facebook, Insta, dan is die moeder in 2017 al overleden. Vind ik heel erg. Daarmee moet je ook niet spotten. Maar mocht het niet waar zijn, dan vind ik het toch wel heel erg dat zij dit gebruikt als smoesje. Het is namelijk ook zo dat als ik iets beloof, dan word ik verantwoordelijk gehouden voor iets wat ik beloof. Dus bij deze Linda, ik hou jou daar verantwoordelijk voor. En waarom? Omdat jij gewoon zit te liegen als het maar zijn kan. Dat kan gewoon niet. Ben menselijk. Geef gewoon toe dat je die bus niet hebt. Geef gewoon toe dat je iets hebt beloofd wat je niet kan waarmaken. Dan is alles prima. Het is niet zo dat ze op die bus zitten te azen, maar als je iets belooft, verwachten mensen iets van je. Dus ik vind het niet gek dat, dat mensen hier boos over worden, zoals ik. Ik ben hier echt wel pissig over, dit heeft mij heel erg geraakt. En ja, ik weet dat je kijkt, Linda. En ik had eigenlijk afgesproken om niet veel erover in de vlog te zetten. Maar ik heb hier met Kelly ook over gepraat en Kelly weet dat ik dit doe. Ik vind het niet kunnen. Ik vind het gewoon niet kunnen. En ja, Linda, dan raak ik je maar kwijt als volger. Maar ik hoef zulke mensen hoef ik niet als volger. Ik wil lieve mensen, eerlijke mensen, oprechte mensen. En niet mensen die het smoesje voor anderen gaan gebruiken. Nee. Zo, dat moest ik heel even kwijt. Het spijt me voor de mensen die zich aangesproken voelen. Maar dit raakt mij gewoon heel erg. En ik denk dat als jij in de schoenen staat van iemand die een beperkt kind heeft, dat het jou ook zou raken. Want als jij weet wat sommige mensen mee moeten maken die een beperkt kind hebben, is niet fijn. Is gewoon echt niet fijn. Dit wilde ik even gemeld hebben. Nu gaan we weer verder met de vlog en met leuke dingen. We hebben Liam opgehaald en nu lekker een croissantje. En dan lekker naar huis, daar ik het nest in. Oké. Daar ik het nest in. En dan zijn we weer even klaar. Omdat we Jordi op moeten halen. Hè? We gaan Jordi ophalen. Liam is al wakker. Hallo. Hey Dikkop. Even Sam gaan wakker maken. Sam is ook al wakker. Hey vent. Hi.
Jee! Ik ga schoon luier aan doen, schoen aan, alles aan doen en dan Jordi. De opperbaas van het huishouden weer opgehaald. We gaan nu naar huis wat drinken en wat lekkers eten. Jordi had een klasgenootje die jarig was. Hij heeft dus cake. Dus die gaat hij dadelijk ook lekker opsmikkelen. En ja, dat is wat we gaan doen. Ik ga laten zien hoe dat wij de kindjes, of hoe dat ik de kindjes naar binnen haal. De mensen die denken, zaten nou die sleutels echt in de BH? Ja, die zaten echt in mijn BH. Dat is mijn bewaarvakje. De kindjes zijn binnen. Ik ga de jassen uitdoen. Drinken geven en alles. En dan kan ik weer verder met eten koken. Daar ga ik ze ook nog even uitleg over geven. Nou, daar liggen ze hoor, allemaal. Wat ik aan het doen ben, ik ben vegetarisch aan het koken. Een vriend van ons is vegetariër. En hij dwingt ons niet om vegetarisch te eten hoor, dat absoluut niet. Daar is hij absoluut niet het mens of persoon voor. Maar ik vind het wel leuk om een uitdaging te hebben als hij hier komt eten. Dus ik maak een vegetarische Indische rijsttafel. Hij eet wel ei, dus ik maak pittige ei. Wel zodat kinderen het ook kunnen eten. Vegetarische nasi, daar doe ik champignons als basis gebruiken voor vlees. En sambal goreng boontjes, die heb ik al gemaakt. En ik maak gado gado. En dan zet ik saus er nog bij. Dus dat is wat de kindjes ook krijgen. Zoals ik al zei, heb ik vegetarisch gekookt. Ik zal het even laten zien. Gado gado. En daar komt satésaus bij. Dit is vegetarische nasi op basis van champignons. Dit is sambal goreng boontjes, eigenlijk gewoon pittige boontjes. Alleen maak ik ze nou niet zo pittig, omdat de kinderen het ook eten. Dit is hete ei, eigenlijk ook sambal goreng boontjes. Maar ook deze heb ik niet zo pittig gemaakt vanwege de kindjes. Want de kindjes zijn dit ook aan het eten en ondertussen is Liam weer aan het etteren. Vind je het lekker Jordi? Je hoeft het niet op te eten. En zo dadelijk komt het bezoek en dan eten wij met het bezoek. We hebben gegeten. Hoe smaakte het? Was lekker. Mooi. Alles vegetarisch. Ik heb geen vlees gemist. Nee. Ja, we hebben eieren waren erbij, maar officieel was het vegetarisch. Dus. Hij vond het ook lekker. Ja. En daarna hebben we de kindjes naar bed gedaan. Toen is Niels nog bij Jordi gaan slapen. En daarna, toen Niels eenmaal wakker gemaakt was door, toen heeft hij me nog geholpen, hebben we hier gestofzuigd, gedweld opgeruimd, vaten was weer aangezet, bla 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 bla. En nu zitten we even te wachten totdat alles droog is en gaan we daar naar bed. Jee. Morgen weer een nieuwe dag. Goedemorgen. Good morning. Ja. De kindjes hebben net een flesje gehad. Ik ga zo even kleedje pakken, zodat ik ze kan aankleden. Om 9 uur komt de fysio. Het is nu 8 uur. Maar ik ga jullie even laten weten hoe mijn nacht was. Moment. Aangezien ik toch van het taboes doorbreken ben. Ik heb gewoon bout geslapen. En waarom is dit? Ik heb van jongs af aan al PCOS. En wat betekent dat? Dat betekent gewoon eigenlijk heel kortweg gezegd. Ik heb gewoon geen normaal menstruatiecyclus. En
Dat betekent dat mijn cyclusdagen momenteel boven de 40 dagen zijn. Dus dan ben ik ineens wel op tijd ben ik aan het menstrueren. En dan ineens ben ik zo 2,5 maand verder en dan menstrueer ik dan pas. En je lichaam moet er af en toe zo hard voor werken om te menstrueren. Dat ik gewoon zoveel last heb. Vannacht ook. Ik lag gewoon om 11:15 in mijn bed. En ik heb 11:30 niet gezien. Om 12:30 ben ik wakker geworden met zoveel buikpijn. Ik kon nog niet eens fatsoenlijk zitten. En die buikpijn is er nu nog steeds. Ik heb wel 3 kinderen om te verzorgen. Dus dat doe ik ook gewoon. En dat allemaal. Maar wat ik dus met taboe doorbreken bedoel is dat hier gewoon over gepraat mag worden. En mijn menstruatie is nog niet eens op gang. En ik heb echt buikpijn. Dit is niet grappig. Dit is gewoon echt niet grappig. Het lijkt wel alsof ik aan het bevallen ben. Zo voelt het. En aangezien ik alle drie zonder pijnstilling heb gehad, durf ik te zeggen dat het zo voelt. De fysio is geweest. Jordi heeft binnen geoefend, want het regende. Nu zijn we Fruitje aan het oefenen. En Liam zit daar. Sammy zit hier. En ja, ik weet het. Rood op mijn mat. Ik weet het. Maar dan was ik mijn mat binnenkort nog maar een keer. Kom eens hier. Hallo. Zitten. Zitten. Kijk eens. Dus die is lekker aan het eten. Zoals ik al zei, fysio's geweest. Ze hebben fruitje gegeten. Ik ga zo even naar de winkel met de kinderen. Want ik heb geen melk meer in huis. Deze schoentjes heb ik gisteren binnengekregen voor Sam. Leuk! Hij past ze ook, dus gelukkig. Dus ik ga eventjes alle kindjes schoentjes aandoen. Luiertje checken. En dan jas aandoen. En even naar de winkel. Ja, Joefie moet ze altijd even keuren. Mooi hè, schoentjes. Mooi hè. Yay. Hou door voordat hij ze uit heeft en dat ik weer alles opnieuw moet doen. We zijn aan het eten. Niels heeft lekker frietjes gehaald. Dus we zijn lekker frietjes aan het eten. Yay, Jordi ook frietjes. En Liam en Sam eten ook, alleen Sam die heeft jachtschotel. We hebben gegeten zoals jullie zagen. Toen ben ik boven de was gaan vouwen. En ben ik gaan bellen met vriendinnen van mij. En Niels die is bij de kindjes gebleven en die heeft ze de pyjama aangetrokken. Toen uiteindelijk fles gegeven en zijn ze het bed ingegaan. En nu is Liam wakker. Heeft alles ondergespuugd. Dus dat. Ik ben hier nu een beetje aan het opruimen en dingetjes aan het doen. En dan zien we morgen wel hoe het weer verder gaat. Of vannacht. Toch? Mm-hmm. Dus dat. De hond is nou bij me komen liggen, want ik zit eindelijk even op mijn kont volgens die hond. Dus we gaan het zien. Wat wil jij aan het doen? Visje aan leren. Ja, je moet een examen doen ervoor. Dus wij gaan deze ups en down ook afsluiten, want ik vind het wel welletjes. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.